Morgen, vrijdag 29 januari, gaat de weekend total lockdown in Suriname. Welkom bij het COVID-19-journaal. In een Zoom-briefing gaan de ministers Amar Ramadien en minister Amoxi wat dieper in op de maatregelen. Allereerst geeft minister Amar Ramadien nogmaals aan wat het doel is van de weekend total lockdown. Met betrekking tot de infecties en de trend van COVID-19 moet ik zeggen, ons doel, laat het duidelijk zijn, het doel van de weekend lockdown is niets anders dan dat wij het aantal COVID-positieve, welke we nu op dagbasis gemiddeld tussen de 55 en 80 hebben, dat we dat proberen te verlagen naar een acceptabele waarde en dat zal zijn rond de 25 en minder. Eveneens zal daarmee ook wel geadviseerd moeten zijn dat indien u in het weekend klachten mag hebben, dat u wel de toestemming hebt uiteraard om zich te laten testen. Dus als het om testen gaat, dan mag u uiteraard wel naar het ziekenhuis of naar een swabpost waar u getest wordt, doet u dat op advies van 178 of uw huisarts. Aan de andere kant willen we ook met de beoogde lockdowns zien dat het percentage aan positieve gaat dalen. We zitten nu nog bij de 20% aan positieve, soms een dag minder, een dag meer. Gisteren bijvoorbeeld was het 16%. En we hopen dat deze trend zich verder voortzet. Dus dat de daling aan percentage positieve verder gaat. Met de weekend lockdowns in we ons met elkaar committeren aan de beoogde doelen en de maatregelen, dan weten we dat er een daling zal komen. Tijdens de Zoom-persbriefing ging minister Amar Ramadien ook in op de buitenlandse vluchten, als ook de repatrianten die momenteel gestrand zijn in het buitenland. Aangezien de COVID-ontwikkeling in de wereld en de besluiten die verschillende landen nemen, is er na overleg met de regering de volgende maatregelen getroffen voor wat betreft de luchtvaartsector. Met name de maatregelen inzake vluchten, buitenlandse vluchten en de connectie met andere landen. En dan wil ik dat even benadrukken dat wij binnen de regering een aantal besluiten hebben genomen. En ik ga het per land doen of per destinatie doen. Het heeft te maken met de ontwikkelingen ook in de wereld met betrekking tot COVID-19 en de besluiten die verschillende landen hebben genomen. Het besluit van Suriname met betrekking tot Nederland moet ik aangeven. En dan praten we over inbound en outbound. Inbound, daar dus zijn personen die binnen moeten komen. Alleen urgente medische gevallen en overlijden van eerste en tweede graad. Dus eerste en tweede graad familie slechts voor overlijden die mogen binnenkomen. Expats, dus dat zijn technici. Essentiële personen waarbij de urgentie aangetoond moet worden. En repatrianten, dat is niets anders dan Surinamers en ingezetenen die langer dan 6 maanden in Suriname zullen verblijven. Dus we gaan repatrianten halen, maar nogmaals ingezetenen die langer dan 6 maanden in Suriname zullen verblijven. Verder is belangrijk te vermelden dat er geen toestemming gegeven zal worden voor vakantiegangers naar Suriname toe uit Nederland en geen toestemming voor huwelijken, omdat u weet dat huwelijken ook verboden zijn. Voor de outbound, als u wilt weggaan naar Nederland, geldt de volgende voorwaarden. Het zou moeten gaan om een urgente medische. Experts, dus ook technici, essentiële personen en repatrianten. Dat wil zeggen vreemdelingen in Suriname die terug moeten naar het land en die zullen zelf afstemmen met de airliners. Ook mag hier vermeld worden dat wij geen toestemming zullen geven voor vakantiegangers en huwelijken, huwelijksdoeleinden dan naar Nederland. Opmerking hierbij is dat cargo wel toegestaan is,
met een minimaal aantal passagiers van 50 personen die wel voldoen aan de voorwaarden voor inbound. Oké, dan hebben we Amerika. Voor de Verenigde Staten van Amerika geldt personen die binnen moeten komen naar Suriname, dus vanuit Amerika, naar Suriname alleen repatrianten, expats en essentiële personen. Geen toestemming voor vakantie en huwelijk. Outbound, dus wilt u weggaan naar Amerika, dan geldt het alleen voor repatrianten, alleen Amerikanen of vreemdelingen die terug moeten naar hun land via Amerika. Expats en essentiële personen. De beschrijving van essentiële personen zal nader worden toegelicht in een bekendmaking vanuit het ministerie van Bibus, omdat daar voorwaarden ook aan gekoppeld zijn. Ook belangrijk te weten dat er geen toestemming gegeven wordt voor Surinamers om naar de Verenigde Staten van Amerika te gaan voor vakantie of huwelijksdoeleinden. Een belangrijke opmerking voor Amerika is dat na 7 februari 2021 er geen toestemming verleend zal worden om gestrande personen te repatriëren. Dat wil zeggen, iedereen die in Amerika is op dit moment, elke Surinamer, en als repatriant wordt geclassificeerd, tot 7 februari in de gelegenheid zal zijn om terug te komen met repatriatievluchten. Daarna zal het niet mogelijk zijn. Dus we communiceren dit ruim van tevoren, zodat u dat weet. Ook moet ik vermelden dat cargo wel doorgaat naar Amerika. Voor Brazilië geldt dat alleen repatrianten terug mogen komen, dus alleen ingeschetenen. En de laatste repatriatievlucht vanuit Brazilië naar Suriname is op 29 januari, dat is morgen. Outbound mogen ook alleen repatrianten weg. En de laatste in- en outbound vlucht is op 29 januari, dus morgen. Vermeldenswaard is dat cargo nog steeds toegestaan is. Voor Guyana geldt eigenlijk de voorwaarden dat het alleen om repatrianten gaat, voor zowel inbound en outbound. Dus alleen repatrianten mogen terug vanuit Guyana en mogen ook weg vanuit Suriname. Hierbij geldt ook dezelfde voorwaarde dat er geen toestemming gegeven zal worden na 7 februari voor repatrianten van en naar Guyana. Er is grote ongerustheid opgetreden bij de Nigeriaanse gemeenschap toen vernomen werd dat de veerverbinding de Kanawaima weer operationeel zou worden. Velen zagen het als een bron van importbesmettingen. Tijdens de Zoom-meeting deed de minister van Volksgezondheid de volgende mededeling. Met betrekking tot de Kanawaima, want daarover zijn er ook vragen gesteld, kan ik aangeven dat de Kanawaima, mocht die ingezet worden of is het al ingezet, dat het alleen voor cargo zal zijn. Dus alleen cargo zal toegestaan zijn. Op social media zijn heel wat buitenresorten en hotels bezig geweest om attracties te promoten tijdens de weekend lockdown. De ministers Amoxi en Ramadin doen een dringend beroep op deze sector, deze handeling na te laten en zich te houden aan de maatregelen. Geen enkel resort mag open en geen enkel hotel mag activiteiten ontplooien tijdens de lockdown. Er zal hard worden opgetreden tegen u. Ik wil ieder erop attenderen. En het is kort tijd en we kunnen uiteraard zeggen we nemen een besluit om alle hotels die dit soort aanbiedingen doen te sluiten, bij wijze van spreken, of te zeggen nee, heroverwegen. Ik heb zeker met een aantal hotels persoonlijk contact gehad om te benadrukken wat de bedoeling is eigenlijk van een weekend lockdown. Maar voor de burger wil ik even benadrukken, houd u rekening mee dat wij in community spreading zitten. Hotel-eigenaren, hotels, houden jullie er rekening mee dat wij in een community spreading zitten. Hetgeen betekent dat elke persoon die uw hotel bezoekt, maar ook u als hotelbezoeker of gast, elke persoon met wie u daar in aanraking kan komen, potentieel in de incubatieperiode zit of potentieel positief is zonder klachten en u daardoor ook kunt besmetten en besmet kunt raken op die plek.
Het is niet de bedoeling van me om hotels hier te nemen. Ik weet dat hotels hele goede protocollen hebben. En daarom kom ik niet. Ik kom niet aan hun protocollen. Wat ik wel jammer vind, is dat wij met z'n allen niet beseffen, althans, dat delen van de sector niet beseffen, dat wij een maatregel hebben ingevoerd om de verspreiding tegen te gaan door het contact tussen mensen te beperken. Dat is de gedachte achter een weekend lockdown. En wanneer we nu in een hotel, bij wijze van spreken, een sold-out hotel hebben met 100 kamers of 200 kamers, en gemiddeld een gezin nemen van 3, en daar 600 mensen rondlopen, gaan zwemmen, of een ontbijtje pakken, of een lunch pakken bij elkaar, dan kan zo'n evenement, zo'n activiteit in het weekend, een potentiële superspreading activiteit zijn. En zo'n plek zal ook een superspreading plek kunnen zijn. Dus ik wil, en ik hoop dat de hotels in ieder geval aanpassen en serieus gaan overwegen. Als we merken dat er dit weekend, en dat heeft collega Amoxi goed aangehaald, er zullen inspecties komen, er zullen invallen gepleegd worden, althans er zullen controles uitgevoerd worden. Als we merken ook uit de bevindingen dat er risicosituaties ontstaan door deze gedragingen en door deze handelingen, dan zullen wij de komende week uiteraard hardhandiger moeten optreden vanuit de overheid. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, heeft het ook gehad over de COVID-19 dashboard. Het was gisteren voor het eerst dat er geen totaal aantal actieve gevallen is gepubliceerd. De minister geeft aan waarom deze cijfers voorlopig niet meer op de website zullen komen. Wij de samenleving mag weten dat er voorlopig op de website, op de dashboard, en dat is in overleg gebeurd met het outbreak management team en de leiding van DNV, die het beheer heeft over die website, is er besproken dat er een discrepantie bestaat, dat betekent een verschil bestaat tussen het feitelijk aantal actieve gevallen, COVID-actieve gevallen, en de cijfers die u zag, en de cijfers die u zag op de website, op de dashboard van de website, Active Cases. We hebben besloten gisteren om voorlopig het aantal active cases wat u zag op de website dagelijks uit de lucht te halen voorlopig. Waarom? Er is een probleem ontstaan in de afgelopen maand, waarbij, en dat moet ik belangrijk om te weten, ik ga het proberen op een hele makkelijke manier uit te leggen. De definitie van een active case, een actief geval. Wanneer we praten over een actief geval, dan willen we wel weten als overheid dat als we zeggen dat er 200 active cases zijn, dat al deze 200 cases inderdaad de werkelijke aantallen zijn. En als wij als overheid dus inzien en zien dat er zaken zijn en gevallen zijn die gedurende de follow-up niet meer te vinden zijn, en daarvoor kan ik zo meteen een uitleg geven, dan mogen die cases en moeten die cases ook worden afgetrokken van het aantal active cases zoals het er tot gisteren op die website nog stond. Wat is gebeurd? Een active case, een definitie is het totaal aantal positieve gevallen wat je hebt getest, minus het aantal genezen verklaard, minus het aantal overledenen. En dat geeft je een beeld over je totaal aantal actieve gevallen. Maar deze definitie gaat pas op wanneer je iedereen, en nog wel iedereen die positief getest was, kan opsporen en plaatsen in een overheidsfaciliteit of in een thuisisolatie setting. Wat er gebeurt is, wanneer mensen gaan swabben, wanneer mensen gaan testen, dan moeten ze een aantal persoonsgegevens doorgeven, namelijk je telefoonnummer, je adres, etc. Maar in de praktijk blijkt, oké, de informatie is gegeven, maar in de praktijk dat een bepaald percentage niet meer te bereiken is wanneer het resultaat binnen is. Dus wanneer je dan de mensen belt, en dat gebeurt vanuit 178, het BOG, dan is er een bepaald deel, een overgrote deel wordt bereikt. Maar een heel klein aantal wordt gecontact echter zonder resultaat. Het kan zijn dat er een telefoonnummer niet klopt, of een adres niet correct is,
of de persoon weerstandig is of niet meer te vinden is. Persisteert om in thuisisolatie te gaan terwijl feitelijk de persoon in overheidsisolatie moet. Dat zijn de praktische zaken waarmee de mensen met BI-178 te maken hebben. Wat er dan gebeurt is dat de persoon uiteindelijk en soms uit het systeem verdwijnt. Het zijn dus potentieel besmette personen die dan gaan rondlopen in de samenleving en verder anderen kunnen besmetten. Maar als we die personen, en wat is gaan gebeuren in de afgelopen maand, zijn die personen dus niet afgetrokken van de active cases. Het is dus gaan ophopen en nu heb ik dus de instructie gegeven in overleg met de deskundigen en de mensen die met de databases bezig zijn, dat wij een feitelijke telling doen van alle ziekenhuizen en alle plekken waar COVID mensen zijn ondergebracht, eveneens ook die in thuisisolatie. En wij zullen dus ook weer, en we zullen moeten accepteren als gemeenschap, dat we zeer waarschijnlijk een andere layout zullen moeten hebben van die dashboard, omdat het bepalen van het aantal active cases ook internationaal vaak een schatting is. Geen enkel land kan precies zeggen hoeveel personen actief zijn, en actief bedoelen we onder monitoring van de overheid. Want we willen iedereen wel ergens geplaatst hebben. Ook al ben je in thuisisolatie, we moeten dat hebben geregistreerd. Maar als ik iemand bel, als iemand positief getest is en ik bel iemand en ik kan die persoon niet bereiken en ik tel die persoon wel op als een positieve, maar uiteindelijk die persoon wel in het ziekenhuis terechtkomt na 3-4 dagen op eigen initiatief en ik die persoon dan weer moet tellen, dan krijg ik een overschatting van het aantal. Dus het zijn enkele praktische zaken die met statistiek te maken. We hebben de deskundigen die daarnaar kijken. Maar ik denk dat wij als gemeenschap, voor ons is belangrijk dat wij de situatie onder controle hebben. Eén. Maar voor de gemeenschap is ook belangrijk om te weten hoeveel positieve testen we op dagbasis. Die informatie is beschikbaar. Hoeveel mensen zijn genezen verklaard. Hoeveel mensen zijn overleden. Maar ook is belangrijk om te weten wat is de trend van infecties. Ik heb vaker gezegd, de trend van infecties is belangrijk. Wij moeten weten en de gemeenschap moet ook weten hoeveel percentage aan positieve hebben we en hoeveel mensen zijn gaan testen. Nou, dan kunt u dat zelf uitrekenen. We kunnen dat ook voor u uitrekenen. Maar de vraag om, die gesteld wordt is het wel belangrijk dat iedereen weet hoeveel active cases er zijn. Als je rekening houdt met al die complexe praktische problemen die we ervaren in het traceren en in het vinden van die mensen om opgenomen te worden, dan moeten we dat even gaan aanpassen. Dus dat zullen we de komende periode doen. Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen mensen besmet met het COVID-19-virus. 55 miljoen mensen zijn genezen en meer dan 2 miljoen mensen zijn aan deze ziekte overleden. De Verenigde Staten, India en Brazilië zijn de landen met het hoogste aantal bevestigde gevallen en sterfgevallen. En met deze informatie hebben wij het gehad voor het COVID-19-journaal. Morgen doen wij een nieuwe editie. Voor meer informatie bezoekt u ook de website van het BOG. Wij wensen u een genoeglijke avond verder en blijft u veilig. Tot morgen.